Hallo allemaal, Joshua Hanning van FutureMobs hier. Ik wil jullie in deze video wat gaan vertellen over de Vivariumdagen. Jullie zien het al staan, 24 en 25 maart. Twee dagen lang een beurs, schuine strepen, educatie, lezingen in de homebox in Nieuwegein. Het is veel meer dan alleen maar een beurs, er worden ook dieren verkocht. Maar het is aquaria, terraria, paludaria. En ook nog eens met allerlei leuke lezingen en workshops en zo erbij. Ik vind dat jullie daar gewoon heen moeten komen. En dan vragen jullie natuurlijk af van waarom. Nou, dat gaan we je nu vertellen. De entree is maar 8 euro, maar dat is eigenlijk door heel het land bij allerlei winkels en zo kortingsbonnen te krijgen van 2 euro. Dus als je die inlevert, betaal je nog maar 6 euro. Dus de entree is sowieso niet zo heel hoog. Daar komt nog eens bij dat elke bezoeker tot en met de 1000ste elke dag krijgt een voedselpakket met krekels, sprinkhanen of muizen. Komt eigenlijk neer dat er 2000 voedselpakketjes worden weggegeven. Dus iedereen die graag naar een beurs gaat om voedseldieren in te slaan, die heeft daar ook alvast weer een stukje winst behaald. Verder zijn er leuke acties en prijsvragen, zeg maar. Er is een fotowedstrijd. Er is een wedstrijd om terraria en aquaria in te richten, waar ook prijzen mee te winnen zijn. En deze video battle bestaat ook. Je kunt nog tot 15 februari allemaal video's insturen naar Vivarium. En daar wordt ook een top 5 of een winnaar of zo uitgekozen. Dus iedereen die denkt dat je een leuke video kan maken om tegen mij te strijden, zeker doen. Want ik hou wel van een beetje competitie. Verder zijn er ook heel wat leuke lezingen. Van wat grote namen uit de industrie. Freek Vonk is er eentje van. Hè? Onze Nederlandse Steve Irwin, zoals hij wordt genoemd, die komt wat vertellen. De voorzitter van Stichting Herp de Fauna, die komt wat vertellen over dierenwelzijn. Professor Zwart komt ook iets vertellen. Dat is al een oude rot in het vak. Die heeft een beetje de reptiele geneeskunde op de kaart gezet. Verder is het HVC, dat is een onderdeel van Stichting Herp de Fauna. Er zijn dierenartsen en dierenartsassistenten. Die staan er ook om jullie voor te lichten, dieren te keuren. Dus als jullie vragen hebben aan een dierenarts, dan kun je dat allemaal daar gratis doen zonder poespas eromheen. Dus als je dieren hebt gekocht, wat dan ook, hè, ga daar altijd eventjes langs. Mark Maas trouwens, een van de dierenartsen die er ook staat, dat is mijn baas bij de Langstraat, die is ook aanwezig. Mocht je hem gemist hebben, hij was afgelopen zaterdag bij RTL Nieuws samen met yours truly, Joshua. Dus ik ben voortaan niet alleen een bekende YouTuber, maar ook een bekende Nederlander. Ja, echt waar. Verder, hè, Kim en ik zijn natuurlijk aanwezig, maar nog meer de vrienden van FutureMorph, die zijn er ook. Theo en Saskia van Snakings, Ed van AC Reptiles, die zal ook aanwezig zijn. Dus eigenlijk geen reden om te komen. Hè. Het is niet alleen een leuke beurs en een gezellige beurs, maar je hebt ook nog eens het voordeel dat er allerlei lezingen bij zijn. Ik zal nog heel even, om jullie een beetje lekker te maken, wat laten zien wat Kim en ik onder andere mee zullen nemen. We hebben namelijk deze Naakweek 2011 boa constrictor. Het is een Selman Hetkal albino, dus een DH Sunglow eigenlijk. Mooi gestreept staartje, super clean licht hier. Ik hoop dat een beetje op de video te zien is. Er zit eigenlijk geen één zwart spikkeltje zit er fout op. Het was lichtste en het cleanste dier uit heel het nest. Echt een pastel Selman, maar ja, het is een mannetje. We wilden hem eerst doorhouden. Ja, we hebben zoveel mannelijke dieren met Selman of met albino erin. Dat we toch hebben besloten om om deze te laten gaan naar een nieuw baasje. En een ander diertje wat ook aanwezig zal zijn. Ook zeker niet verkeerd. Dus deze Sunset, een super hypo rock island boa. Ook super kleurrijke dieren, dus zeker de moeite waard om die in het echt te komen laten bekijken bij ons aan de stand. Nou, en verder zullen natuurlijk nog wat gutatas te zien zijn die ik nog over heb, die nog over zijn, zeg maar, van 2011. Dus zeker de moeite waard om even langs te komen op de Vivariumdagen 24 en 25 maart in Nieuwegein.